Op het eerste gezicht lijkt dit een Bentley Continental GTC, maar dat is het zeker niet. Oké, in de basis, het platform is identiek aan die Gran Turismo Convertible, maar de auto is wel degelijk anders. De architectuur is afwijkend, want dit is een unieke auto. Dit is er eentje uit een serie van 12, gemaakt voor Bentley Mulliner. Coachbuilding noemen ze daar. En 12 stuks, prijskaartje zal ik alvast noemen, 1,5 miljoen pond per stuk. Dan hoop ik niet dat u van uw stoel bent afgevallen, want dit is een hele bijzondere auto. Ik neem even mee een rondje om deze auto. De Bentley Bakkelaar heet die dan. Ja, een unieke auto. Kijk alleen al naar het design. Hier staat hij met een geopende dak, maar er is helemaal geen dak. Dit is een Bargetta, dit is een Speedster. Ja, coachbuild car, zei ik al. Hè? Als je naar de auto kijkt, alle carrosseriedelen zijn anders dan van de Bentley Continental GT en van de Continental GTC. Deze auto is opnieuw van de tekentafel gekomen. Sterker nog, deze auto is pas in mei 2019 op het papier gezet. De eerste ontwerptekeningen dateren van minder dan een jaar geleden. En hier staat hij, je kan hem aanraken, hier staat die Bentley Bakkelaar. Ja, bijzonder hè? En als we dan gaan kijken naar het design van de auto. Ik zei al het plaatwerk is anders. Het plaatwerk, dit is aluminium vanwege de voetgangerveiligheid. Maar heel die voorzijde is van carbon fiber. Niet in dit geval, hoor. Dit is een pre-productieauto. Deze van fiberglass. Maar de productieversies die krijgen allemaal een carbon fiber voorzijde. En ander plaatwerkdelen natuurlijk. En kijk eens naar dat front met die grote ovale lichtjoens. Die lichtstrip die hier zit, overigens die lijn van die lichtstrip die loopt door, hup, zie je dat? In die grill die hier knikt, precies die lijn. En dan loopt hier nog een lijn, die komt helemaal van achter, die loopt hier door. En dan komt die hier vooruit in dit elementje. Maar dit elementje, dat hadden ze bedoeld om de motorkap te ontgrendelen. Als je hier aan trekt, dan zou die motorkap open moeten. Maar ja, dat mag niet vanwege voetgangerveiligheid. Hier wordt nog een oplossing voor gezocht. Voetgangerveiligheid, ik zei het al, hè? Daarom is die motorkap is van aluminium. Maar kijk je naar heel dat front en je herinnert misschien de conceptcar, de EXP100. Dan denk je van, hé, die snoet, die heb ik al eerder gezien. Juist. Maar op het moment dat ze met deze auto starten, was die EXP100 was al in productie. Dus aanstekens, hè? Want het is een conceptcar. Ja, en toen hebben ze elementen van die auto hebben ze overgenomen voor deze auto. En als je van de zijkant kijkt, dan zul je ook zien dat die neus, die loopt schuin. Die loopt, hup, als een haaienneus loopt die, hup, zo schuin af. Ja, dus hij staat niet naar achter gebogen, juist naar voren agressief. En dat straalt snelheid uit. Ja, bronzen logo's erop. En die kleur, dat was even een discussie. Het schijnt dat de keuze voor deze goudgele tint, dat meer discussie zorgde dan de ontwikkeling van heel die auto. Ja, en vooral Adrian Hallmark, de CEO van Bentley, die had er nogal zijn twijfels bij om ervoor te kiezen om die auto in die goudgele tint uit te voeren. De vraag is ook of er een van die 12 klanten ook deze kleur zou kiezen. Ja, waarom? Nou, je mag gewoon die auto helemaal samenstellen met de designafdeling van Bentley. En dan ga je met die heren designers ga je in een ruimte zitten en dan ga je die auto samenstellen zoals jij dat wil, met je stiksels, met je houten verking of eventueel carbon fiber. Je carrosseriekleur natuurlijk. Wil je dit zwart? Wil je dit naakt carbon? Dat kan natuurlijk, hè? Optie met meerprijs. Ik wilde bijna zeggen zonder meerprijs, maar dat is het niet. Wat ik al zei, hè? De auto heeft geen dak. Die lijn is identiek aan die van een GTC. En dan zie je dat die lijst waar normaal dat dak invalt, dat die afwezig is. Mooi netjes afgewerkt. Dit heeft overigens niks met aerodynamica te maken. Hier zitten gewoon elektronische systeempjes in. Ja, geen bevestiging voor het dak, zei ik al. Een tonneaucover bestaat niet. Ze overwegen er wel om daar eventueel gehoor aan te geven. Die zijramen die zijn nog steeds aanwezig, maar die hebben een andere vorm dan die van de Continental GTC. Dus die lopen als een speedster-achtig design, lopen ze wat verder naar beneden. En kijk dan hier wat ze met dat achterdek hebben gedaan. Hè? In plaats van dat je normaal in zo'n koetswerk heb je twee
achterstoelen, maar die heeft deze auto niet. Hij is gereduceerd van een vierzitter naar een tweezitter. En dan hebben ze hier bagageruimte gemaakt met die tassenzetten. Helemaal in de stijl van de auto zoals die hier staat. Dus met overeenkomstige kleuren, zoals dat grijs, dat leder, die gele afwerking. Ook voor die tassenzet die je er gewoon bij krijgt. Ja, en heb je hier heb je dan die bagageruimte. Achterin heb je ook een bagageruimte. Maar daar hebben ze nog niet over nagedacht hoe je die klep nou precies moet openen. Ze zeggen ja, de klant zal die bagageruimte toch niet gebruiken. Want dit is een mooi weerauto, hier ga je mee. Als het een hele mooie zonnige dag is, ga je hier mee naar het restaurant. En dan ga je daar ja, lekker toeren met die auto. Dit is niet een auto waarmee je van bijvoorbeeld Amsterdam naar Zuid-Frankrijk rijdt. Nee, die laat je rijden en dan vlieg jij er naartoe. En dan, als je daar in Zuid-Frankrijk bent, dan ga je daar lekker genieten op die boulevard van Cannes of van Nice of van Saint-Tropez. En kijk dan naar dit deel, hè, die speedster look. Hier zitten overigens de pop-up rolbeugels onder. Ook vanwege de veiligheid, daar ontkom je niet aan. Maar als je dan kijkt, het is jammer dat we deze auto niet van bovenaf kunnen laten zien. Want dan zie je iets heel moois. Vanwaar die 12? Kom er even op terug. Vanwaar die 12? 12 stuks. Dat zijn de 12 races die de Birkin Blower heeft geraced. 12 stuks. En die Birkin Blower, die roadster, daar is dit op gebaseerd. Dus als je kijkt naar die lijn die hier loopt, die keert dan hier achter helemaal terug. Die loopt dan terug het interieur in. En als je dan van bovenaf kijkt, dan lijkt het net alsof jij in een mono-seater zit. Maar dan wel met twee. En hoe hebben ze dat nou gedaan? Om juist niet die klant het gevoel te geven dat hij alleen in die auto rijdt, hebben ze er wel voor gezorgd dat juist dat interieur, dat dat één geheel is. Dat je toch wel die verwevenheid hebt met die passagier. Als je van bovenaf kijkt, dan lijkt het net alsof je alleen rijdt. Die middentunnel, die hebben ze ook hoger opgetrokken, ja, om er meer een kuipvorm van te maken. Hè? Want dit is een barchetta. Een barchetta is Italiaans voor klein bootje. Dus die zitten als het ware in een bootje. En dan krijg je dat diepe gevoel, krijg je door die hoge middentunnel die daar is verwerkt. Ja, wat nou heel mooi is aan heel dat interieur, als je kijkt naar heel die afwerkingen, wat je niet kan realiseren bij Bentley's, Continental GT of bij GTC's, dat zijn al die, ja, die afwerkingsdetails. Want zij moeten rekening houden met een productievolume van, wat is het, 3000 stuks. Hier, 12 stuks. Alle details die je ziet, allemaal opnieuw van de tekentafel gekomen. Allemaal opnieuw getekend. Allemaal met het oog op, ja, we hoeven het maar één keer te vervaardigen. Vandaar dat ook die neus van carbon fiber is. Daarmee ben je wat flexibeler dan dat je zo'n heel paneel van aluminium moet maken, waardoor je dus ook de tooling moet aanpassen. En dat is met carbon fiber. Het is weliswaar een duurder materiaal, maar als je per saldo kijkt naar de totale kosten van zo'n component, dan liggen die voor deze auto lager dan als je die van aluminium zou maken. Maar ze hebben zelfs de pookknop hebben ze opnieuw gedaan. Ze hebben zelfs de klokjes die hier achter verschuild gaan, hebben ze voorzien van nieuwe ringen met de hand gemaakt. Oh ja, die stoelen, hè? In dit geval die stoelen. 148.199 individuele steken om dit te realiseren. Dat kun je niet met een auto doen in een oplage van 3000 stuks. Wel met een auto van 12 exemplaren. Puur maatwerk. Ja, en dan gaan we even naar die achterzijde. Die hebben we nog niet gezien. Als je dan hier mooi die ducttail erin. Ook weer uniek natuurlijk. Hè? Dit moet dan die achterklep zijn. Dan kijken ze nog naar hoe ze dat gaan doen. Maar de structuur van die lichtunits, dit is een element. Dat zul je in de toekomst terug gaan zien. Hetzelfde geldt voor die koplampen aan de voorzijde. Die enkele lichtunits, daar gaat het in de toekomst naartoe. Dat zei Stefan Silaf. Die zegt, we hoeven niet meer per se een Bentley gezicht te geven met twee losse lichtunits. We kunnen afstappen van die twee units, mede door LED-techniek. Want LED-techniek maakt je veel flexibeler. Maar hij zegt wel, we moeten wel ronde lichtunits behouden. Want ronde lichtunits, dat geeft een auto een gezicht en dat moet vriendelijk overkomen. Maar kijk dan hoe mooi dat het is. Ook hier weer dat bronzen logo wat hierin zit. En waar we het dan niet over hebben gehad, is, dan gaan we naar de voorzijde, wat hier onder die motorkap ligt. Dat is natuurlijk de topmotor van Bentley die ze beschikbaar hebben. Dat is een W12 motor met een slagvolume van meer dan 6 liter. Ja, en dat blok levert standaard 636 pk. Voor deze gelegenheid 659 pk. Ze hebben hem iets gekieteld, dat blok. Ja,
de Bentley Bacalar een one-off in een oplage van slechts 12 exemplaren. Prijskaartje 1,5 miljoen euro wordt met de hand vervaardigd bij Mulliter. Dus niet op de reguliere productielijn, maar gewoon aan de overkant van de Bentley fabriek met de hand, zei ik al. En dan denkt u, 1,5 miljoen euro, wat een geld misschien, kan het niet voor u invullen. Oplagen, 12 stuks, compleet uitverkocht op voorhand. Weet je wat leuk is? De kopers hebben de auto nog niet in het echt gezien. Die krijgen hem pas binnenkort te zien. Wanneer u deze film kijkt, dan is de auto vrijgegeven. Dan staat hij op de autoshow van Geneve 2020. Wij zitten nu enkele weken voor die release datum en dan daartussenin. Dan krijg je de klant hem te zien. En dan mogen ze samen met de designverdeling dus heel die auto gaan samenstellen. Ik ben benieuwd wat voor creaties dat we gaan zien, want ja, individuele auto, 12 stuks individueel genummerd notabene. Dus deze auto kun je heel persoonlijk maken, zoals je eigenlijk alle reguliere Bentleys ook je persoonlijke touch kan geven.